It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone. Ten tweede begonnen ze vanochtend heel vroeg al met tegels te verwijderen hier in de straat voor, vanwege dat afschuwelijke glasvezel. En ik zal jullie het nou laten horen, als jullie het horen. Ik hou mijn wafel. Buitenland. Je kan geen woord met praten. Hou jij je wafel? Want dan ze zijn je niet. En ik vertrouw je niet. Nou ja, jammer dan. It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone. Zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is al weer een vrijdag, de 9e van de 6e 2023 en we leven al schrik niet om 15:46 en ik kom net beneden. Maar ik heb ook zo'n hoofdpijn en ik ben er ook zo beroerd van. Waardoor komt? Nou, ten eerste kon ik vannacht niet slapen vanwege dat ik te moe was. Dat kan. Ten tweede begonnen ze vanochtend heel vroeg al met tegels te verwijderen hier in de straat voor, vanwege dat afschuwelijke glasvezel. En ik zal jullie het nou laten horen, als jullie het horen. Ik hou mijn wafel. Dat jullie dat wel gehoord hebben, ja. Dat is dat trillen van die machine om die stenen weer te trillen. Dat bevordert je hoofdpijn niet. Nee, dan wordt het alleen maar erg. En nog eens erg. Doe jij ook even rustig. Dat ik ga zo eventjes de meisjes uitlaten. Ze zijn dat nog maar in de tuin geweest. Nee, alsjeblieft. Niet doen. Niet doen. Oké? Okay? Easy. Draai jullie even om. Ja! En dan zijn het ook allemaal nog buitenlanders. Je kan geen woord met praten. Hou jij je wafel? Want dan ze zijn je niet. En ik vertrouw je niet. Nou ja, jammer dan. Pech. Ja. Dus. Maar ja, Rijka die zit naar buiten. Die haal ik naar binnen. En dan gaan we eventjes lopen vanzelf. Jeetje, en het is echt een herrie. Nou, daar word je niet vrolijk van. Nee, echt niet. Dus ik ga lekker eventjes de hort op. En ik zie jullie later wel. Ja, en dan loop je hier en dan zie je weer een mooie oude antieke auto staan. En dat vind ik dan weer zo bijzonder. Ja, ik kan nou niet verder lopen, maar ik wou dit toch even aan jullie laten zien. Ik vind het zo weer mooi, hè. Dat ze zo'n oudje nog op de weg weten te houden. En dan ging mijn rollator aan de haal, want kijk, daar lopen de dames. Dan loopt dat daar al tussendoor. En hier de lus omheen en dan naar mij toe. Ja. Dus, maar ja. Ze moeten nodig, dus we gaan ook wel weer verder. En ik hoor een heli, die gaat daar weg.
Dus ja. En gisteravond reden we hier, tenminste. Ik reed en de rest liep. Dus ja, maar ik vind het een mooie auto. Dus dat wou ik jullie even laten zien. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Nou, ik ben alweer geruime tijd thuis met de meisjes. Ik heb er nog koffie gehad. De meisjes hebben wat lekkers gehad. Kandalf, die was eerst heen en weer aan het surfen. Ik wil eruit. Hij hem eruit. Wil hij weer naar binnen? Hij hem weer binnen. Wil hij er weer uit? En zo ging dat een tijdje heen en weer. Ik zei, nou is het klaar. Nou is het over en uit. Je kan naar buiten gaan. Dan is het voor de laatste keer dat je nu naar buiten toe kan. Wil je niet, blijf het raam verder gewoon dicht. Want er staat ook nog een tuin er open die open staat. Op de grote haak, dat Elwing er ook uit kan. Kan hij er ook uit. Nou, hij is toch dan eruit gegaan via het raam. En hij zou dus eventjes weg. Nou, ben ik blij om. Rijka die ligt buiten. Maar waar? Oh, daar komt ze net weer aangelopen. Mijn meisje. Ja, het is warm, hè. Moet je ook niet daar gaan liggen. Je lag in de schaduw, dus dat is ook wel weer goed. Hè? Ja. Ja, en je hebt wat lekker schat, hè? Hé. Hey. Je hebt wat lekker schat, hè? Oh. En die heeft ook wat lekkers gehad, uiteraard. En ik ben bezig met een video, weet ik veel, van zondag 4 juni. Toen nam ik jullie lekker eventjes mee om shorts te maken. Dus stukjes contour en dan stopte ik weer. Om een short te maken. Nou, die short van deze vlog, die is vandaag al online gekomen. Dus ja, die is eerder gekomen dan de vlog uitkomt. Dus ja, ik ga er nou weer verder mee. Dat wou ik jullie eventjes ook gewoon laten zien. En ja, dan zien we er al wat van. Tenminste, deze vlog komt weer later. Dus ja, wat maakt het uit, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds allang alweer avond. Het loopt op die klok 21:50. 21 uur 23. Ik heb één vlog al naar YouTube gebracht. Ik wil proberen nog een tweede. Of dat lukken gaat, weet ik niet. Maar lukt dat niet, laat ik gewoon de computer vannacht. Of ja, ik kan hem morgen zo weer pakken. Maar ik maak in ieder geval weer een gedeelte. Sowieso. En ik moet mijn hondjes natuurlijk, mijn meisjes moet ik niet vergeten. Dat ga ik ook straks nog weer uitlaten. En ja, ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Want daarvoor kom ik even bij jullie. Uiteraard, ja. Wat moet je aan mijn schoen ruiken? Schoen, een schoen. Is gewoon een schoen. Ja, mooi, dank je. En ik zit ook even lekker televisie te kijken. Ik heb mijn eten opgegeten. Mijn drinken heb ik maar laten staan. Ja, want dat staat er nog. Koffie heb ik wel op. En mijn zakje die staat hier. Ja. Dus, ja, dat is gewoon ginger ale. Ja, wat anders. Lekker. Dus, maar in ieder geval, ik heb het koud gekregen. Daarom heb ik mijn vest aan gedaan en lekker dicht gedaan. Ja. Nog even pak ik mijn deken erbij. Sla ik die ook nog omheen. Ja, want ik heb geen legging aan. Ik heb maar een panty in de sokjes opgerold. En sportschoenen. Ja, sportschoenen. Het zijn glinsterende sportschoenen. Die had ik toen gekocht. Erbij met de trouwen van Karen en Roderick. Ik had enkellaarsjes. Maar ik had ook deze sportschoenen. Omdat het ook bij wel qua kleur met mijn jurk matchte. Maar ik heb ze niet aangehad. Ik had ze wel mee. Voor eventueel als ik wat makkelijker wou lopen. Maar die laarsjes liepen ook lekker. Dus ja, waarom zal ik dan sportschoentjes aan doen? Nee. Maar nou ja, ze staan nou ook leuk bij deze jurk. Want er zit zilver in mijn jurk, maar die schoentjes zijn ook zilver. Ja, dat net toch prima, dacht ik zo. Schoentjes in de jurk. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Dus helemaal geweldig, ja, want er zit zilver in mijn jurk. Dus komt helemaal, dacht ik, helemaal goed. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Gaan wij ook doen. En misschien, ja, ik hoop tot later. Ja, wie weet. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Maar ja, daar zijn we mensen voor, hè. En geen robotten. Ja, dus ik zou zeggen, geniet en tot later.
Zo, lieve vrienden. Ja, ik pak jullie er maar weer even bij om te melden dat we er van terug gaan. Oftewel, we gaan de dag eventjes netjes afsluiten met jullie. Ja, 9:15. Ja, geweest. Dat we gaan dus sluiten, want dan kan ik mijn camera leeg. Ja, want ik mis filmpjes. Ik zou nog een vlog in elkaar zetten, maar ik ga gelijk ontoer. Nee, ik ga niet ontoer. Er komt nog wat voor. Dus dat zal nog wel hierop staan. Dus ja, dan kan ik ook geen filmpje in elkaar zetten. Dat gaat het hem niet worden. Dus ja, dan maken we er gewoon van vandaag ook weer een gezellige einde ervan. Dus ik zeg een hele fijne verdere avond nog. Hak al gewenst daarnet. Maar in ieder geval voor later. Ook wel terusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard voor morgen ook weer gezond uit je bed zien te komen. En God, hij houdt over ons allen de wacht. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Cool.